waar hebben we nou naar zitten kijken? Bij de Jinek. Ja, beste vrienden. Ja, naar een wedstrijdje afgaan als een gieter. Ja, want het begint al natuurlijk met de Glennis. Ja. Ja, die hadden dus in de grote wijsheid besloten om daar te gaan zitten. Want ten eerste wil ze dan de publieke opinie. Ja, die wil ze dan bespelen, hè. Oh, het valt allemaal mee. En dan wil ze ook nog eens een keertje een beetje de rechtszaak beïnvloeden. Hè? Door het verhaal net iets mooier te vertellen dat de werkelijkheid is geweest. Ja, en dan denkt ze dat dat werkt. Die twee dingen, die zijn allebei niet gelukt. Nee, want die justitie, die zit zich enorm te ergeren natuurlijk. Ja, want die denken, ja, de volgende week komt die rechtszaak en wat gaat die mevrouw daar doen? Dus dat werkt alleen maar tegen je als je dat doet. En de publieke opinie, beste vrienden, de kijkers, die hebben naar haar zitten kijken. En die denken bij zichzelf, hè? Die prikken hier dwars doorheen, door dat zogenaamde charme-offensiefje. En prikken dwars door het verhaal heen, want ze geloven er gewoon helemaal geen ene moer van. Dus ja, dat heb je dan bereikt. Maar waarom gaat die de Glennis daar überhaupt zitten? Is er dan helemaal niemand in haar omgeving? Door de manager, de familie, zelfs die advocaat, die tegen haar zeggen, nou, dat gaan we dus even niet doen. Nee hoor, nee. Gewoon, dat zeg ik steeds. Zij moet zich gewoon omringen met andere mensen, want dit is zo, zo verkeerd. Ja, en nou ja, in dat hele verhaal, we hadden dus, ik zei al, twee mensen die bezig waren om af te gaan als een gieter. Nou, dat was dus, de Glennis is één, maar dan hebben we nog de Jinek zelf. Jongen, die Jinek, ja, het grote kritische tv-talent, ja, oho, nee, dat was geweldig, ja, ja. Nou, wat hebben we daarvan gezien dan tijdens dit hele interviewtje? Dus ze zat daar gewoon werkelijk als een hele begripvolle, mummelende oma. Dat was de Jinek. Ja, want het begint al met die jongen van 15 jaar, want dat is dan het verhaal, hè, bij de Glennis. Die zoon, die loopt te roken in een supermarkt. En daar zegt de Jinek dan helemaal niks van. Nee. Goed. En dan laat ze een foto zien, hè, van die zoon. Ja, hij is al heel bebloed en zwaar gewond. Helemaal deze foto voor niks. Je ziet een beetje een paar rode plekjes en twee strammetjes. En daar zegt de Jinek dan ook niks van. Hoezo? Mijn zoon komt zwaar gewond en bebloed thuis. Dat is gewoon niet zo. Dus Jinek, doe dan je mond open. En zit dan niet mee te mompelen daar. Dat is het gewoon. En dan kwam zij vertellen van ja, dan was ze boos. Hè? En dan ging ze verhaal halen bij de manager. En ja, oh ja, ga je verhaal halen bij de manager. Nee, Jinek, dan moet jij zeggen. Oh, dan ga je daarheen met 6-7 man. Met een knokploeg. Dan ga je toch, dan is toch niet je bedoeling om verhaal te halen. Dan is toch de bedoeling om de boel in elkaar te matten en te gaan lopen vechten daar. Dat heb ik allemaal niet gehoord van de Jinek, nee. En dan had ze moeten zeggen, ja, en wat voor voorbeeld geef jij dan als moeder? He, want je bent al zogenaamd zo'n moeder, de Glennis. Wat voor voorbeeld geef jij dan? Dat je bij het minste of geringste maar met een knokploeg op pad gaat om je verhaal te halen. Wat voor een opvoeding is dat dan? Dat heb ik ook allemaal niet gehoord bij de Jinek. En daarna vertelde de Glennis dat ze een van die gasten daar bij de Jumbo, die had ze een duw in het gezicht gegeven. En niet veel later was het ineens een klap. Oh, en niks bij de Jinek denkt dan bij zichzelf. Oh, maar wacht even, je zei net, het was een duw en nou is het ineens een klap. Mag ik even, de Glennis? Dat heb ik allemaal niet gehoord
van die Jinek. En de kleiners vertelden. Ja, nee, iedereen was aan het vechten op een gegeven moment. Ja, maar ik niet hoor. Nee, zij liep alleen maar rond op zoek naar de zoon en dat was het dan. Ja, dag. En die Jinek, die zegt niet van... Oh, dus jij deed helemaal niet mee met slaan of wat dan ook. Nee, dat geloof ik dan toch niet, had die Jinek moeten zeggen. Nee, Jinek liet het allemaal gaan en liet het allemaal op zijn beloop. En ja, zelfs op het eind, toen zei de Glennis, ja... Ik hoop dat we eruit komen. En de Glennis, waar heb je het over? Het is niet even een gezellig onderhandelingetje over een contract of zo. Of weet ik veel wat. Nee. Dit is een rechtszaak. De Glennis. Ja. Een rechtbank. Ja. Heel serieus. En dat had die Jinek ook moeten zeggen. Nou ja, vrienden. Goeiedag. Luister. Die de Glennis. Dat was erg. Maar die Jinek was nog erger.